Is dat het wel lekker? Oh, we zijn live. Oké? Ja. Ik had meteen op een gegeven moment 5 rond 1,45. Op een gegeven moment had ik hem helemaal gepakt. Dus, nou. Heb je 5 rondjes ook 1,45 gereden? Zes, nou ja, 5 zeker. Die geloof, hè? Oh, dan gaat hij checken, gaat hij erbij zetten dat het geloof is. Dat vind ik altijd zo jammer. Geloof. Race. Als je goed bent in rijden, dan moet je ergens anders maar je kwaliteit laten zien, dat is duidelijk. Goede kwalificatie gehad, 5e plek. Ik startte in race 1. Had een goede start. Ik zie in mijn spiegel ineens allemaal witte rook. En realiseer me op dat moment even later dat het van mij was. Toen heb ik mijn auto op het uitremstuk gezet, uitgestapt. Nou ja, auto werd opgehaald en het bleek dat de eerste cilinder helemaal ontploft was. Waarschijnlijk door een kapotte injector. Toen hebben we deze geweldige man gebeld. Rob Bedlam, die was dit jaar geblesseerd, kon niet rijden. En die bood aan om zijn blok gisteravond om 11 uur uit te bouwen, in de auto te stappen, hier naar Osjesleben te rijden. Hij is hier vanmorgen om 7 uur aangekomen. Toen hebben een aantal mensen dat blok ingebouwd in de auto.
Om 8 uur zat het erin en liep hij. Alleen toen ontdekten we een ander probleem aan de motor, waarvan we nog steeds niet weten wat het is. 1 minuut voor de start was de auto goed. Dus ik ben vanuit de pitstraat gestart. Nou, goede start gehad, een paar mensen al kunnen inhalen zelfs. En toen hield hij er weer mee op. Jongens, nog even willen filmen. Want ze hebben niet alleen een blok geleverd, ze hebben deze auto ook weer kunnen repareren. Dus we gaan de race 3 toch weer proberen. Ik ga nu weer proefrijden. Limburgse gek of zo? Weet ik niet. Ik heb er geen goede reden voor in ieder geval.